welkom bij deze nieuwe video. Vandaag heb ik een full face met niks nieuws. Dit is een videoconcept die ik volgens mij al 2 keer eerder heb gemaakt. 3 of 2 keer, maar volgens mij 2 keer. Dus als je die 2 video's al hebt gezien, dan weet je al wat deze video inhoudt. En voor de mensen die het niet weten, ik ga me dus letterlijk opmaken met al mijn make-up die ik al heb. Waarom doe ik dit? Om make-up op te maken. Ik vind het super, super zonde dat er heel veel make-up hier blijft liggen en gewoon langzaamaan vergaat en gewoon niet meer wordt gebruikt. Het is gewoon heel zonde, maar er komt gewoon heel de tijd nieuwe make-up en dan maak ik daar weer een video over en dan ga ik weer die make-up gebruiken en er is gewoon een heleboel goede make-up die ik al een lange tijd heb, die ik gewoon niet meer gebruik. Dus deze video's zijn gemaakt om echt die make-up weer te gaan gebruiken. Ook heb ik een heleboel make-up producten die bijna op zijn, die ga ik ook gebruiken om ze op te maken. Dit is echt gewoon puur om een beetje door mijn make-up heen te gaan, dingen op te maken, dingen te gebruiken en dat het allemaal niet gewoon hier ligt voor niks, want dat vind ik echt super zonde. En het is ook weer een leuke manier om wat oudere make-up terug te brengen op mijn kanaal en jullie te laten weten dat die make-up ook gewoon nog heel erg goed is. Dus alles wat ik vandaag gebruik is sowieso gewoon goed. Dus ja, dat is wat ik vandaag ga doen. Ik ga weer een hele mooie ooglook maken, een hele mooie make-up look. Dus het is ook weer gewoon een leuke make-up tutorial voor jullie. En ja, dat is het gewoon voor vandaag. Dus vind je het nu al leuk, vergeet niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met de video. Zoals je kunt zien heb ik ook kleurlenzen in. Dit zijn Genevieve lenzen of zoiets van Alice Lenses. Ik zet het ook beneden in de beschrijving. Alle kleurlenzen die ik altijd in heb, ik zet ze altijd in de beschrijving. En ze zijn altijd van Alice Lenses, want zij heeft gewoon echt de beste lenzen ever. Oké, het paletje die ik vandaag ga gebruiken is mijn NYX Ultimate Utopia Palette. Het is niet een heel oud paletje. Dit paletje is uitgekomen eind vorig jaar. En ik rave al over dit paletje sinds ik hem heb. Ik vind het zo'n fijn paletje. Hij is 40 euro. Niet heel goedkoop, maar in verhouding met het aantal kleuren is het wel weer betaalbaar. Dit is echt een van de beste NYX, gewoon het beste NYX paletje die ik tot nu toe heb gebruikt. I love it. En de kleuren ook. Je kunt hier zoveel looks mee maken. Ik heb hier al 2 looks mee gemaakt of zo op mijn kanaal. Ik heb er ook een hele video over gemaakt op mijn kanaal. En in die video had ik ook 2 looks gemaakt. Ik heb ook looks gemaakt op Instagram. Dus ja, dit paletje, ik wil hem gewoon steeds vaker en vaker gebruiken. Want anders vind ik het ook zonde. Want ik heb hem niet gehad. Ik heb hem echt gewoon betaald. Dus ik wil gewoon de hele 40 euro eruit halen. Dus deze ga ik vandaag gebruiken voor een hele mooie smoky, sultry, sexy look. Dus dat is wat we gaan doen. We gaan even inzoomen op de ogen. Ik ga beginnen met het primen van mijn oogleden. En daarvoor gebruik ik mijn P. Louise 01 Base. Ik vind dit soort video's ook altijd extra leuk. Omdat ik dan gewoon helemaal zo van die heftige make-up looks kan maken op mijn kanaal. Die looks maak ik heel vaak op mijn Instagram. Maar omdat mijn kanaal vooral een review kanaal is, kan ik dat niet heel vaak hier doen. En met dit soort video's kan ik gewoon helemaal hem gaan. En gewoon helemaal de looks creëren die ik wil. Dus dat vind ik ook altijd extra leuk. Dan pak ik even een sticky plakband. En dan ga ik hier een stukje plakband plakken. Zodat de look mooi strak wordt. Ik ga beginnen met de zwarte matte kleur. En die kleur ga ik hier indrukken in de buitenste hoek. Kijk even hoe zwart die kleur is. Als ik vraag om een zwarte kleur, is dit dus wat ik wil zien. Gewoon echt true matte zwart. I love it. En dan ga ik die kleur een beetje blenden bij de randen. Gewoon met de kwast die ik net ook gebruikte. Dan pak ik deze bruine matte kleur. Die breng ik aan met deze Pussy Shop kwast nummer UP24. Dit is een platte fluffy kwast. De kwast die ik net gebruikte was Sueva 231. En dan ga ik die bruine kleur een beetje zo aanbrengen hier op de rand. Om de zwarte kleur een beetje uit te blenden. Maar ik blijf nog steeds hier buiten alleen maar. Nou, dit ging zo makkelijk. Een zwarte kleur op zo'n manier blenden gaat niet altijd makkelijk. Dat kost echt altijd wel een beetje moeite. Maar dit paletje werkt zo goed. I love it. En die P. Louise base eronder maakt het allemaal nog heftiger. Dat is echt gewoon amazing. Oké, dan ga ik in met zilver en goud. Ik ga beginnen met zilver. Ik pak deze prachtige glanzende kleur hier. Die kleur ga ik aanbrengen met deze Pussy Shop kwast UP30. Dit is een platte kwast, maar hij is wel een heel klein beetje fluffy, een beetje dikkig. En dan ga ik zo die kleur hier een beetje aanbrengen. En dan daarnaast breng ik deze gouden kleur aan.
Dan pak ik weer een beetje van die zwarte kleur en blend ik het hier een beetje in met die gouden kleur. Ik gebruik een kleine fluffy kwast, Sueva 224. Kijk hoe mooi die glanzende kleuren zijn. Op beeld vallen glanzende kleuren altijd wel minder op. De glans wordt altijd wel minder. Terwijl in het echt is het echt één en al glans. Het is echt heel mooi. Dan pak ik weer die platte fluffy kwast van net, waarmee ik die bruine kleur hier had aangebracht. En dan ga ik die glanzende kleur ook een beetje blenden zo, om een beetje smoky te maken. Ik heb er verder niks meer mee opgepakt of zo. Het is puur gewoon om de glanzende kleur een beetje zo uit te smoken. Zo, en dan haal ik de plakband eraf. Satisfying. En dan heb je zo'n mooie rechte lijn. Ik ga geen wing maken of zo, maar ik ga wel met eyeliner een zwarte lijn maken zo op de wimperrand. Ik gebruik mijn Messauda Eyes on Fleek eyeliner. Eyeliner pen is het. En dan maak ik gewoon zo'n hele dunne lijn langs de wimperrand. Dan ga ik de look nog heftiger maken door wat steentjes aan te brengen. Ik heb hier deze allemaal en ik pak deze in het een beetje geel goud en deze in het zilver. En die ga ik aanbrengen op deze twee kleuren. Gewoon een beetje wild aanbrengen. Gewoon om de look wat meer spice te geven. Ik plak ze vast met mijn BH Cosmetics Base Booster. Nou, dit kost me eventjes wat tijd, maar alle steentjes zitten erop. Ik heb twee gemixt, want ik heb hier de grote versie en de kleine versie. Dus deze twee heb ik gewoon gemixt om dit te creëren. Het is een beetje apart, but I like it. Ik vind het heel leuk. Voor mascara gebruik ik mijn Essence Princess Lash Mascara. Als nep wimpers gebruik ik mijn Foaming TL3 wimpers van Tati Lashes. Die ga ik eventjes aanbrengen en dan kom ik zo bij jullie terug. Daar ben ik weer. Ogen zijn voor nu eventjes klaar. Ik ga beginnen aan mijn gezicht. Ik ga mijn gezicht primen met de Catrice Fresh It Up Primer. Dit is echt een super, super fijne primer. Vooral voor de mensen met een droge huid zoals mij. Ik heb een normaal te droge huid. Deze primer is ook bijna op. Dus ik wil hem eventjes wat vaker gebruiken om hem op te maken en hem weg te doen. En dan heb ik weer wat meer plek ook in mijn la en zo. Want ik heb echt super, super veel primers. Dus ja, ik wil ze gewoon even opmaken. En deze is echt bijna op. Ik denk dat ik hem misschien nog 1 of 2 keer of zo kan gebruiken. Kijk, je hoort het ook echt. Hoor je dit? Oeh, ASMR. Als foundation gebruik ik mijn NYX Cosmetics Born to Glow foundation. Deze is echt super, super fijn, maar heb ik al een tijdje niet meer gebruikt. Ik heb de kleur Neutral Buff. Toen ik hem net had, ik heb hem toen zo vaak gebruikt. Oh my god. Want ik vind hem gewoon echt heel fijn. Hij geeft echt zo'n mooie glans aan je gezicht. En het is de perfecte match ook qua kleur met mijn huidskleur. Echt amazing. Ik denk ook dat hij bijna op is, want ik had hem echt heel vaak gebruikt. Om mijn gezicht te cream contouren gebruik ik mijn Huda Beauty Tattoo. De Huda hier is er al bekend gewoon helemaal af. Zo vaak gebruik ik hem. Dit is de kleur medium. Dit is wel een donkere kleur, maar de kleuren van dit product zijn een beetje apart. Alles is super, super donker. Dus dat is wel ja, heel apart gedaan. Ik vind medium niet echt medium. Ik vind het meer echt gewoon een dark. Maar goed, het werkt in principe gewoon prima voor mij. Maar ik breng niet te veel aan. Als je te veel aanbrengt van dit product, wordt het heel vlekkerig. En dat is niet mooi. Dus je moet echt maar een heel klein beetje aanbrengen. Want het is echt heel heftig. En ik heb echt wel eens veel te veel aangebracht. En toen werd het gewoon helemaal zo modderig op mijn gezicht. En dat is echt niet wat je wilt. Voor concealer gebruik ik mijn Fenty Beauty Concealer. Deze concealer is ook al bijna op, dus ik wil hem opmaken. Deze heb ik in de kleur 210. Ik vind het zo grappig, want altijd wanneer ik iets nieuw heb qua make-up, gebruik ik het super vaak tot aan het punt dat het dus bijna op is. Vervolgens, als het dus bijna op is, gebruik ik het ineens niet meer. Dat is gewoon toevallig, dat heeft verder niks met elkaar te maken ofzo. Maar dan ineens besluit ik, weet je wat, ik ga andere dingen gebruiken. Denk echt, ja, dus nou hangt er hier allemaal gewoon van alles rond in mijn lades. Wat bijna op is en dat nou allemaal plek bezet houdt. Voor niks. Dus ja, ik ga het allemaal echt eventjes wat vaker gebruiken. Deze concealer, by the way, is echt amazing. Dus mocht je ooit in een Sephora belanden, deze concealer is echt een aanrader. Hij is helaas alleen maar te koop bij Sephora. Ik vraag me af, wanneer krijgen wij een Sephora in Nederland? Volgens mij hebben wij die ooit gehad, echt jaren geleden. Alleen toen was make-up hier nog niet echt een ding. Dus toen heeft het ook gewoon helemaal niet goed gedaan. Maar nou is make-up hier echt gewoon een ding. Dus ik denk dat als er hier een Sephora zou komen, het echt supergoed zou doen gewoon. Gewoon in Amsterdam of Rotterdam, Den Haag, Utrecht. Gewoon een beetje in die grote steden. Ik persoonlijk zou het heel leuk vinden als hij in Brabant zou komen. Want daar woon ik. Maar wij krijgen altijd nooit iets. Alles komt altijd in Amsterdam en zo. Maar goed. We kunnen dan op zijn minst gewoon online bestellen. En dat is ook fijn. Dus ik hoop gewoon dat Sephora besluit weer terug te komen.
Ik breng ook cream blush aan. Deze is van All J. Deze is echt super, super fijn als cream blush. Van cream blush breng ik altijd echt super veel aan, omdat er nog poeder en zo overheen gaat en de kleur dan altijd helemaal vervaagt. Dus als ik dan veel aanbreng, dan blijft die gewoon nog te zien. Als losse poeder gebruik ik de Essence My Skin Perfector losse poeder in de kleur 010 Light. Deze poeder is echt super fijn. I love it. Waarom begint dit een beetje te lijken op dingen? Drag queen make-up. Dan ga ik mijn neus contouren met dit Revolution paletje en ik gebruik deze kleur hier. En dan mijn Maximo Fixing Spray om alles in elkaar te laten blenden. We schakelen nu weer eventjes over naar de oogmake-up. Ik ga mijn ogen afmaken. Ik ga de zwarte kleur aanbrengen op de onderste wimperrand en dan alleen maar hier zo in de hoek. Daarnaast breng ik de gouden kleur aan. Die breng ik zo in het midden aan en daarnaast deze kleur en die breng ik aan in de binnenste ooghoek. Dus gewoon precies wat ik hier ook heb gedaan, ga ik nou ook doen op de onderste wimperrand. En dan weer deze Essence Princess Mascara voor op de onderste wimpers. Weet je waar deze make-up me aan doet denken? Aan acrobaten make-up. Zeg maar, als ik een acrobatenvrouw was geweest in een circus, dan was dit de make-up die ik op had gedaan. Het is een beetje een mix van Arabische acrobaten make-up. Laat me weten wat voor vibe dit jullie geeft. Ik kan het niet helemaal beschrijven, maar dat is een beetje de soort vibe die het mij geeft. Let me know beneden in de reacties wat voor vibe deze make-up jou geeft. Als bronzer gebruik ik deze van Elf Cosmetics. Dit is de Sunkist bronzer volgens mij. Er staat echt gewoon niks op, maar het staat beneden in de beschrijving. De bronzerkwast die ik gebruik is UP02 van Boozy Shop. Deze bronzer heb ik ook al een tijdje niet meer gebruikt en ik vind hem wel echt super, super fijn. Het is een hele warme bronzer. Nou, normaal breng ik dan nu blush aan, maar dat ga ik overslaan, want ik heb al die cream blush en je kunt hem nog echt heel goed zien, dus ik laat het voor wat het is. Ik ga het hier eventjes wat strakker maken met poeder. Voor highlighter gebruik ik dit Huda Beauty 3D Highlighter paletje. Deze is echt amazing. Hij is heel vaak gebruikt, zoals je kunt zien. En ik ga de kleur hier gebruiken. Deze is echt super goud en dat gaat heel mooi met de look. Oké, dan als laatste de lippen. Wat gaan we doen met de lippen, jongens? Ik denk sowieso wel gewoon nude. Ik ga voor een Juvia's Place Lip Combo. Ik heb hier hun lippotloodje in de kleur So Rare. Ik heb hun lipstick in de kleur Muted. Is een hele mooie bruinige nude kleur. En ik heb hun lip gloss in de kleur It's Electric. En deze is zo goudachtig en dat vond ik wel mooi staan met de ooglook. Deze lipcombo staat echt geweldig met deze ooglook. I love it. En dan als laatste fixing spray. Ik gebruik mijn Pixi Glow Mist. Zoals je kunt zien is die bijna op. Dus die gaan we lekker extra vaak gebruiken voortaan. Zodat die opgaat. Nou mensen, dit was het dan. Dit was mijn full face met niks nieuws. Ik hoop dat jullie hebben genoten van de video. Ik vond het weer heel leuk om te maken. Ik vind deze make-up look echt super leuk. Het is super heftig, but I love it. Maar ik moet wel zeggen, als je gewoon deze steentjes niet zou doen en gewoon alleen maar de ooglook, dan is dat echt wel gewoon een look die ik zou dragen naar een feestje of zo. Mijn gezicht vind ik ook heel mooi. Mijn gezichtsmake-up, de lipstick vind ik ook heel mooi. Ik vind het echt een prachtige lipcombo. Helaas is dit merk niet te kopen hier, maar ja, whatever. Misschien kun je iets vinden wat erop lijkt of zo. Maar al met al ben ik echt heel erg blij met de make-up look. Voordat ik ermee begon was ik een beetje bang. Omdat het niet de makkelijkste ooglook is. Maar het is gewoon helemaal goed gegaan. I love it. En dit paletje, jongens. Ik weet, ik heb het al 100 keer gezegd. Maar deze is echt een aanrader. Als je nog dit soort kleuren zoekt in ieder geval. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog 2 video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!